Het is maart 2009 als de politie bloedsporen vindt in dit vakantiehuis aan de Tilburgseweg in Riel. Er wordt rekening gehouden met een ernstig misdrijf. De politie werkt met 30 mensen aan de zaak. Maar slachtoffers of een lijk worden niet gevonden. Wat er zich in het huis heeft afgespeeld blijft een mysterie. Totdat een maand later 3 mensen zich vrijwillig melden bij de politie. Onder hen de 52-jarige verdachte uit Uden. Een uit de hand gelopen ruzie is volgens hem de verklaring voor de bloedsporen in huis. Dit is het typische nachtkaarsverhaal, zou je kunnen zeggen. Deze zaak gaat als een nachtkaars uit en dat is denk ik ook heel terecht. Tijdens de rechtszaak gaven de 2 hoofdverdachten voor het eerst tekst en uitleg over wat er zich in het huis zou hebben afgespeeld. De 2 wilden een zakelijke transactie sluiten met 2 mannen uit België en Almere. Dat zou zijn uitgelopen op een ruzie waarbij zowel de 42-jarige verdachte als de man uit Almere gewond raakten aan hun hand. Ze verspreiden daarbij bloed door het hele huis. Maar justitie hecht meer waarde aan de lezing van de tegenpartij. Die verklaarde dat ze door het Brabantse duo mishandeld zijn. Bovendien moesten ze onder bedreiging van een vuurwapen hun geld afgeven. Dus in de kern draait het erom, wie moet de rechtbank nou geloven? Nou, u heeft het mij al een beetje horen zeggen. Je kunt niet anders dan de versie van cliënten geloven. 2 verdachten. Een zakenman in Rusten en een constructiewerker in de bouw. Beiden deden uitvoerig hun verhaal. Rustig en overtuigd van hun gelijk. Toch lieten ze 1 vraag onbeantwoord, namelijk waar ze in handelden. Ook toen de rechter ernaar vroeg, bleef het hierover stil. En daarmee lijkt het mysterie van Riel ook na vandaag voor slechts een deel te zijn opgelost.